De situatie op die Geldropse basisscholen, de regenboog beneden Beekloop en de ganzenbloem is compleet uit de hand gelopen. De leraren hebben zich daar vanochtend massaal ziek gemeld nadat gisteravond bekend werd dat de twee interim-directeuren zijn ontslagen. Noor Geraerts van de medezeggenschapsraad, goedemorgen. Goedemorgen. U spreekt namens de leraren. Allereerst even praktisch. Een massale ziekmelding. Er zitten zo'n 870 kinderen op die scholen. Kunnen die vandaag naar school? Een heel concreet zicht daarop hebben wij niet, omdat we niet weten hoeveel leerkrachten zich precies ziek hebben gemeld. Maar ik ga er zelf van uit dat die leerlingen niet naar school kunnen vandaag. Nee, u praat namens die leraren, want die durven het eigenlijk nu niet meer, hè? Nee, de leraren durven zelf niet meer met jullie te praten. En ik denk zelf ook dat dat tekenend is voor het probleem wat we hier aan de hand hebben. Mensen durven gewoon niet te zeggen wat ze denken. Ja, ik ga dat conflict even proberen samen te vatten, want het loopt al zo'n beetje een jaar. Er was een conflict tussen de twee oud-directeuren en de Raad van Toezicht. Die hadden kritiek geuit en er was een angstcultuur op die scholen. Vervolgens werden zij ontslagen. Nou, dat zorgde voor een soort vlam in de pan. En toen eiste men het opstappen van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Dat is mevrouw Yvonne de Wilde. Die is uiteindelijk nu... Excuses Maarten, ik onderbreek je even. Je zegt het niet helemaal goed. Okay. Want het ging in eerste instantie over een conflict tussen de bestuurder en de teams en de directeuren. En dat is die mevrouw de Wilde. En de bestuurder is mevrouw de Wilde. En mevrouw de Wilde is een week of twee geleden heeft zij haar vertrek aangekondigd. Dan zou je zeggen, het probleem opgelost. Op dit moment ook niet meer werkzaam. Ja, dat zou je zeggen, maar dat is dus niet zo. Omdat de Raad van Toezicht maanden een probleem heeft met ouders, met leerkrachten. Het vertrouwen in deze club mensen, dat zijn vier toezichthouders van deze stichtingen, al in de zomer is opgezegd. En wat er daarna gebeurd is dat keer op keer op keer aan de leerkrachten van de drie scholen duidelijk is gemaakt dat er niet naar hen wordt geluisterd, dat er geen ruimte is voor overleg en dat ze niet serieus genomen worden als professional. En dat eist nu zijn tol. Ze zijn er gewoon letterlijk en figuurlijk ziek van. Dat is wat er aan de hand is. Dus eigenlijk was het opstappen van mevrouw de Wilde als één persoon was überhaupt al niet genoeg. Ook een paar weken geleden niet. De hele club moet eigenlijk weg. Ik ga u nog even onderbreken. Wordt een beetje bevestigd door het feit dat gisteren ineens twee interim-directeuren ook ontslagen zijn, hè? Nou ja, zo is het, ja. Zo is het. Ik denk dat het vertrek van Ed en Theo, van Ed Knies en Theo van Ieperen, de interim-directeuren, dat opnieuw weer heeft bevestigd wat er hier aan de hand is. Deze interimers hadden het vertrouwen van de teams gewonnen. Er werd geluisterd. Er was een voorzichtige herstel van vertrouwen binnen de club. En dan worden die van de een op de andere dag weggehaald bij die teams. En dat bevestigt alleen maar de onveiligheid en heeft het... U viel even weg. Dat deze leerkrachten geen vertrouwen meer hebben in deze Raad van Toezicht. Nou is die bom gebarsten bij die leraren. Weet u enigszins hoe dat gegaan is? Want volgens mij komt het over als een hechte club mensen. Die hebben natuurlijk continu overleg gehad. Hoe ging dat uiteindelijk, deze stap? Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Want uiteindelijk is dit iets wat tussen de leerkrachten is gegaan. Hè? U vraagt mij iets. Ik ben natuurlijk ouder van een van de scholen. Ik heb daar geen zicht op hoe dat precies is verlopen. Maar wat in ieder geval een feit is dat dat wij berichten hebben gekregen dat er inderdaad aan de lopende band ziekmeldingen binnenkomen. Ja. En wat wij ook duidelijk terug horen, dat wil ik ook echt gezegd hebben, dat de leerkrachten dit doen met pijn aan het hart. Ja. Ik heb echt huilende leerkrachten aan de telefoon gehad die er echt overstuur van zijn. Die dit echt heel moeilijk vinden. Ze staan met de rug tegen de muur. Goed. Nou, straks dan gaat de school aan. Het is nog maar de vraag of alle ouders bereikt zijn. Dus dat zal nog even een ding worden dadelijk. Noor Geraerts, dank u wel voor uw reactie in ieder geval.